DNA behandelt wetten aangaande Brokopondo-overeenkomst. In de Nationale Assemblée zijn de twee ontwerpwetten behandeld die de vroege beëindiging, wijziging van de 75-jarige gesloten Brokopondo-overeenkomst moet regelen. In de samenkomst van het parlement op vrijdag 23 augustus 2019 kwam onder meer ook de fractieleider Amzat Abdul van de Nationale Democratische Partij aan de orde. Abdul ging evenals andere parlementariërs in op de Brokopondo-overeenkomst die aanvankelijk in 2033 zou moeten worden beëindigd. De bauxietsector heeft een enorme bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van ons land. De miljoenen US dollar die het land aan deze sector heeft verdiend, getuigt hiervan. De fractieleider brengt in herinnering dat deze sector aangemerkt wordt als de kurk waar onze economie op drijft. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.